Agio VV thuis tegen Helmond Sport op Sportpark Berg en Bos. Al heel snel wordt het 1-0 voor de bezoekers. Subtopper Helmond Sport, vijfde, komt via Mark Veldmaat in de derde minuut op voorsprong. Agio VV greep precies een week geleden naast de periodetitel door 3-3 te spelen bij Sparta. Vrijdag werd het ook 3-3 tegen Cambuur. Nu wordt het 0-2 voor Helmond Sport door Ilja van Leerdam. Dan zijn we er nog niet. Maar nu stevend AGOVV wel op een nederlaag af. Totdat het in de tweede helft opeens heel goed gaat lopen. En in de 66e minuut Hemme mag aanleggen. Deze penalty keurig binnenwerkt. En alle 1800 toeschouwers op Berg en Bos zich dan opmaken voor een offensief van AGOVV. Maar na die treffer van Hemme schrikt Helmond Sport weer wakker. Kan AGOVV geen vuist meer maken. En is het Huscher die wat moois in gedachten heeft. Zoals wel vaker. Deze gaat er niet in. Maar er wordt wel attent gereageerd door Robbie Hamhouts. Voor 1-3. En dan kunnen de punten wel weer mee in de bus naar Brabant. Helemaal als Van Leerdam zijn tweede van de avond maakt. En zorgt voor de 1-4 voor Helmond Sport op bezoek bij AGOVV.